Hallo kijkers van Shine Pride, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Scarlet en Violet Surprise Cage Lock met Nanowing! Zeker Lekkering! Nanowing, ik heb jouw favoriete drankje. Wacht. Pepsi? Nee, het is cola. Oh, sorry. Of watermelon fish. Nou, dat is hetzelfde. Ik vind het een beetje hetzelfde. Ja, net een andere smaak. Vergeleken met Pepsi, want Pepsi is wat meer zoeter. Precies. Maar goed, dan mag de pret niet drukken. Misschien wel weer een cage match vandaag. Het ligt een beetje aan hoe of Nando een uitweg vindt voor Klaff. Ja, want voor mijn team wordt het een beetje lastig, maar we gaan het zien. Oh, ik wil er niet tegen een wilde. Ik merk dat bij mij het probleem is dat, een probleempje is, dat Bacon level up system heeft, zeg maar. En dat het dan te lang duurt voordat hij level up gaat. Maat, ik heb iets nieuws ontdekt. Dat is fucking lekker. Ja. Voor 1 euro de Jumbo Snack Mix Sweet and Spicy. Zeer lekker. Ja? Nee. Zijn het zijn nootjes. Van die, hartige koekjes? Of? Borrelnootjes en almonds en zo. En dan is de helft pittig. De andere helft is met zo'n zoet laagje eromheen. Mm-hmm. Erg. Dat is wel ziek. Ik weet alleen niet of het heel veel zout bevat, maar... één keer in de zoveel tijd. Ik heb nu echt de laatste paar dagen alleen maar hoeveel zout per 100 shit naar binnen gram, gewerkt. Dus en ik merk dat... Dit is onder de 1. Nou, sowieso onder de 1 gram. Dit is 0,90 per 100 gram. Oké. Okay. Oké, dan zou ik nog wel een beetje mogen. Dat is niet zo'n probleem. Milaning. Die Barbarage is echt OP, holy damn. Hey, hij deed mij mimicken, wat een lul. Even kijken, Rapid Spin. Wauw. Nou, dat is niet normaal meer. Dat kan toch niet, joh. Echt, hè? Echt een bitta. Wat een bitta. Ja. Niet normaal meer dit. Enig idee hoe je het gaat doen? Lekker. Ik denk dat ik Jigglypuff moet gaan gebruiken. Oprecht, want ik heb niet echt iets beters. Nou, TM's mogen we niet gebruiken, dus ja. Nou, en alles wat ik vind is wel mooi meegenomen. Ik moet alleen even wat trainers bevechten. Ah, krijg je de stomme Arvin weer. Lekkering, je bent in de building. Zeg ik, ja, dat weet ik. Lekker belangrijk, ing. Kijk, deze gast moet ik sowieso niet battelen. Je moet even de wat makkelijkere trainers bevechten. Ja. Daar ging het de vorige keer mis. Toen deed ik een hele erge optie. Het voordeel voor jou is, je hebt al de Quillfish, dus je hebt in ieder geval een type advantage. Dus dat is wel nice. En je hebt Froakie inderdaad. Dus je hebt twee water types. Even kijken. Bonsly. Kom maar met je Bonsly. En ik kan wel Cyclosaur gebruiken. Alleen volgens mij... Ja, dat ding heeft Rock Smash. Dus dat is niet zo handig. En volgens mij is mijn... Als mijn Terra-type ook normal is, dan... Kijken. Ja, mijn Terra-type is normal. Nou, dan is het sowieso niet handig. Dus ik moet even die Jigglypuff even een paar levels omhoog trainen. Even kijken, dan zetten we Jigglypuff voorop.
Een hasty mint. Kijk, wat doet hasty? Het verlaagt de defense. Nou, dat is niet zo handig. Kijk, speed wil ik nog wel verlagen. Dat is niet zo... Nice! Maar... Oeh, rare candy. Oeh, nice. Enjoy picnicking. Wild skidoo. Skedaddle. XP candy. Ja, ik raad het wel aan om ook even wat de items op te pakken hier. Er zit nog wel wat bruikbare troep tussen. Ja! Een limonade. Lemonade en fresh water en soda pop zijn altijd van die items. Ik snap het. Daar denk je eigenlijk niet echt over na. Maar het is heel fijn dat, als je, dat je ze hebt wel al op het moment dat je ze nodig hebt, zeg maar. Maar echt. Nou, dan werken ze gewoon goed. Even kijken. Gentle mint. Nee, dat is ook niet echt wat ik wil. Een lijpe Murkrow. Ja, Zekering, die zit daar ook natuurlijk tussen. Oh. Kan Jig de Puff wel de dinges aan? Oh, die fucking claw. Flikker op. Laat me met rust. Leave Plav alone. Leave me alone. Leave Britney alone. Zelfs tegen een normale klof heeft met Jigglypuff al problemen. Even kijken. Dag Christina, de student. Dat is wel handig dat... Christina. Dat is wel zo'n meid die wel raad weet met Pokémon eens. Oh, ja, dat is wat minder. Deze rookie die dacht even stoer te doen. Fijne kadabra. Fijne kadabra. Ken je dat? Dat als je sterretjes gaat afsteken, dat je dan doet dat deed ik wel met een toverstok is. Romeinse kaars. Met Romeinse kaars. Zo. Nou ja, daar kan je wel inderdaad zeggen van, oh, dat is een stok. Maar met oud en nieuw, wat we dus deden. We hadden, die vrienden van me hadden dan sterretjes gehaald. Nee, ik kan wel raden, we gingen gelijk toverspreuken even één keer doen. Dus de eerste twee waren normaal en op een gegeven moment komt die andere met, ah, van de kadaver! Toen werd jij boos heen. Nee, ik ging erom lachen. Ik vond het wel grappig. Gewoon uit het niets, randomly. Even kijken. Want jij hebt er nog twee van die trainers gehad, maar... Ja. Heb je die bevochten in dit gebied? Oké. Moet ze nog even zien te vinden. Dat, de klof is level 17. Dus, net zo sterk als de ace van de gras gym leader. Yungoosh, je hebt al een Pokémon van mij vermoord. Flikkeren en top. Yungoosh. Probleem. Ah, ik heb een trainer gevonden. Het probleem is, ik kan wel de Klaaf gaan proberen te verslaan. Nu ben ik moet heel lang wachten. Link. Nee, je hoeft geen zorgen voor te zeggen, maar dat is wel een probleem. Ja, sorry. Heel... Ja, dat is waar. Wacht, heb ik mezelf nou... Oh. Ik dacht, heb ik mezelf nou softlock? Maar dat is niet zo. Dat is niet.
Gelukkiging. Wow. Even een poosje gebruiken. Ik heb een grote klauw gevonden, maar... En nu? Ja, dan gaat hij wegproberen. Want ik kan nog niet vliegen of klimming. Echt zo niet blij met die Jigglypuff. Ik kan zeker niet nu al moonstones kopen. Misschien wel tegengekomen op de grond. Even kijken hoor. Item listings. Ik ga gewoon even voor de grap kijken. Oké, moonstone. Ah, ik zag hem. Hier. Item printer, Paldea Pokédex reward. Hidden items in overworld. Kijk, poort. Dat is nog heel ver hier vandaan. Dat is echt totaal ergens anders. Misschien is dat niet eens een item die je kan kopen in de shop. Ik dacht dat je... Level 14. Bij die watergym in die stal, dat je daar al die stones kon kopen en zo. Maar blijkbaar niet. Nee, ik zie nou ja, hem in ieder geval... Dan klopt de informatie. Dat is een goede site, hè? Ja, ik zie wel dat hij in dat gebied... Oh, wacht. South Area 3. Dat is maar waar ik ben, toch? Zie! Ja, zie. Maar of het nou in het gebied is waar ik naartoe kan, of bij kan, dat... Kijk, Moonstone by Grass in Eastern Area South of Watchtower. Ja. Even kijken hoor. By Grass, Eastern Area South. Ik zal eerst even die Makuhita moeten verslaan. Maar ik denk oprecht als ik hem hier volg, dat ik dan echt wel een zekere kans heb. Ik val heb ik al een Dragon Move op mijn Charmander. Oké. Ik denk wel dat de klaf voor jou... Ik zag hoeveel damage ik net al deed. Ja. Deed je zeker paupers veel? Nice. Kijk hoor. In Northeast Area South of Watchtower. South Province Area 3. Oké, ik weet niet zeker of ik er nu al bij kan. Maar ik kan het proberen. Het zou in het gras moeten liggen. Ik hoop voor je dat je erbij kan. Even healen. Oké, hij is gone. Ja. 2 hits. De klof is gone. Hey. Hoppatee. Nee, en de gym zit om de hoek. Ja, dus maar eerst nice. Na nog 3 Pokémon. Maar eerst moet ik wachten op onze battling. Oeh, lekker. Ja, zeker. Ik voel me nu eigenlijk net zoals Sandry. Ja, maar jij doet allemaal nuttige dingen. Sorry, Sandry. Ja, dat is waar.
Ah, misschien Sandring ook. Dat. Kan ik nu naar die toren toe worpen? Ja, oké. Okay. En dan hier naar het zuiden. In het gras. Oké, okay, dan ga ik gewoon naar het, richting het zuiden en dan pak ik bij elke item gras op die ik tegenkom. Ja. Misschien daar. Dat was een rare can. Nee, dat is te ver, denk ik. Nee. Ja, nou, ik kan hem altijd proberen. Ik bedoel eigenlijk dat te ver naar het zuiden. Oh, zo. Mm-hmm. Ja, ze zijn heel onduidelijk erin. In plaats dat ze zo'n... nou ja, het is tyfuswerk om dat in een mapje neer te zetten. Maar het zou verdomd handig zijn. Want voor hetzelfde geld zit dat in het gebied waar je... Oh, ja. Niet bij komt zonder dat je kan klimmen. Of je moet de stad in en dan uit, maar ik ga ervan uit dat het gewoon hier ergens zou moeten liggen. In ieder geval hier wat items. Ik zie daar wat, maar dat laat ik nog even liggen. Misschien hier? Nee. Oké, okay, dit is al area 5. Ja. En dat is Kenta wat je hoort. Kenta 1. Ik wil mijn kamer in. Nou, ik maar moet de deur open doen, anders gaat hij mijn hele deur kapot. Moment. Kom maar binnen, Rick. Ga je onder mijn bureau zitten. Hmm. Hij gaat hoorde je wat er positief was? Je hebt in ieder geval een deur. Wat was er positief? Dat is waar. Zeg dat wel. Daar mag ik echt wel van geluk spreken dat die gast op een gegeven moment langskwam. Oké, okay, misschien. Dat is een brandende hier. Is dit hem? Nee, dat is een burnheel. Nou zeg. Nee. Oh, maar ik zit ook denk ik niet meer echt in de Watchtower. De zuiden. Nee, precies. Kijken. Ultra hier ball. Heb ik nog wat. Burnheel. Ultra ball. Nou ja, ook handig. Ongeveer hier zou het zuiden moeten liggen. Niet, niet hoger, dichter bij de toren. Oh, je zit... Dichter bij de toren kan bijna niet. Nee. Dicht bij de toren. Dicht bij de toren. Door de toren. Nou, nah, dat is al niet bij de, dat is niet het zuiden. Door de toren. Nee, precies. Ik zie hier nog wel wat liggen. Pokeballings. Nee, pokeballen. Pokeballings. Zit het gewoon naast de toren? Nee. Hier naar beneden, zeg maar, en dan ietsje naar rechts. Nee, nog verder naar beneden. Die kant. En daar. Die... Oh, nog eentje naar en beneden. Hier. Daar. Oh, ik zie wel wat. Dat is een fris watertje. Nee. Een ether. Ik zie hier nog wat, maar... Dit zal niet meer. Nee, en er was net nog een nog revive oh, daar ik kan niks. Nog zijn. Hey! Ja! Lekker. Hey, hoppatee. Oké. Okay. Lekker in die ding. Oké, okay. Omhoog. En dan even kijken hoor, want hoeveel experience heeft die Jigglypuff? Ja, ik doe dan. Eén battle tegen die trainer, die had klopt. Volgens mij een Vervillion. Oké, okay, dan... wat ik dan wel doe is dat ik... Cyclosaur even voorop doe, aangezien die het hoogste level is. Versla ik die. Level ik Jigglypuff. Gebruik ik mijn nice. Rare Candies. En de Moonstone. En dan moet het goed komen. Slimpy. 77, hè?
We kunnen nu eindelijk dashen. We hebben de running shoes. Kabooming. Lekkering. Oké, okay, en hier moet ik wachten. Zo lekkering. Let's go. Jee. Setting. Ah, hij gaat op mijn bed liggen. Ik heb nog geen TM's voor Quillfish. Ik weet ook niet of je nu al goede kan vinden. Quick attack. Wie kan quick attack? Oh, ja, doe maar. Ja. Yeah. Oké. En ik had ook volgens mij nog XS Candy. Ja, nu wil ik eigenlijk nog een trainer battle doen. Dan kan ik de Rare Candy zelfs bewaren. 141 experience. Nou, volgens mij was er nog wel een trainer die ik kon bevechten. Dat was dan meer richting hier naartoe, volgens mij. Zoeken. Trainering, waar bent jij? Ik weet dat je hier bent. Wacht. Let me just do this. En dan... Ik denk dat daar ergens in de buurt is. En anders moet ik gewoon even twee Makuhitos vinden. Of drie. Een Makuhita. Makuhita. Zo. Oh, dat geeft maar 43. Nou ja, dat is wel... Dan moet ik hem 2... 3 of 4 moet ik er verslaan. Oké. Okay. Hey, think Dawning. Think Dawning. Think Dawning. No. Die trainer heb ik al gedaan. Nee, ik kan ook wel tegen andere Pokémon. Oh, dat is een beetje vergelijkbaar. Nou. Oh. Kreeg die Jigglypuff nou... Hij heeft level 16. AP? Oké. Okay. Yes, Moonstone gebruiking. Lekkering. Wigglytuffing. Is echt niet zo'n Pokémon die ik zou gebruiken. Maar Jordi heeft laten zien laatst dat de Wigglytuff best wel goed kan zijn. Oké. Ligt een beetje aan hoe je hem gebruikt, maar... Ik zag het in die serie van Jordi en Mike. Van Let's Go. Dat ging niet al te goed. Maar... Ja. En dan heb ik het over bij Mike. Zullen wij de battle en de claw voor jou voor de volgende aflevering bewaren?
Ja, dat is prima. Dan ga ik in de tussentijd dan bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan even zo'n duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Ik heb nog één ding te zeggen. Dat is adios. Amigos.